Goedemorgen iedereen. Ik zie dat er al een mooi aantal mensen aangesloten zijn. We zitten ongeveer op de helft van het aantal geregistreerde deelnemers. Dus ik sta voor dat we nog een minuutje wachten. Academisch 2 minuutjes. Zodat we zo compleet mogelijk aan de sessie kunnen beginnen. Nog steeds mensen binnenkomen, dat is positief. Okay. We zitten op 2/3. Ik ga ondertussen eens kijken. Ah, kijk, er zijn al mensen die de polls aan het invullen zijn. Dus... kijk zeker ook aan de rechterkant in het poolscherm, mensen, en in de chat, zoals ik schreef. Als je vragen hebt, kan je die daar stellen. Dan zullen wij die, ofwel tijdens, proberen we ze te bundelen. En anders degene die nog niet beantwoord zijn, zullen we nadien beantwoorden. Maar ik zie inderdaad dat er al heel wat mensen actief de integraties poll aan het invullen zijn. Fijn om te zien, dank u wel daarvoor. Beetje de verwachte resultaten, Dieter, nietwaar? Ik ben ook eens benieuwd naar de mensen die nog geen integratie gebruiken. Dat is ook heel interessant om te zien. De anderen veronderstel ik... Okay. Goed, nu, ja, ik denk dat we op 80-85% zitten. Het is 9:32 uur, dus ik stel voor dat we eraan beginnen. Nogmaals, van harte welkom. Ik ben Werner, de verantwoordelijke van Pneo België. We zitten hier in ons Belgisch hoofdkwartier, kun je zeggen. Zoals je ziet, in het prachtige Gelamco Stadium. Als agent van, is het natuurlijk fijn om hier elke dag te kunnen werken. No hard feelings. Ik heb hier bij mij Dieter en mijn collega Juri, die misschien de meeste van jullie wel kennen, die de onboardings gedaan heeft met jullie. En die als er... technische ondersteuning nodig is, ook daar altijd paraat staat om jullie te helpen. Misschien eerst even, Dieter, een korte introductie over jou. Je bent Pneo-gebruiker, al even. En we dachten dat het wel interessant kon zijn om samen met jou en met Juri eigenlijk vanuit het technische gedeelte, jij vanuit jouw ervaringen als accountant die met Pneo en ook met verschillende integratiepartners van Pneo werkt, dat je daar kan input geven en feedback en misschien eventueel vragen ook beantwoorden van de klanten die in de chat verschijnen. Maar misschien kan je jezelf kort even voorstellen aan jouw kantoor. Ik ben Dieter van Bookkeepers. Wij zijn een kantoor gevestigd in Aalst en in Gent. Ik denk dat wij vooral inzetten op digitale toepassingen. Wij gebruiken Silverfin, AdminPulse, Exact Online, Yuki. Noem maar op. We proberen daarbij zoveel mogelijk in te zetten op automatisering. Dus het manueel werk van office managers, dossierbeheerders en zo te minimaliseren. Okay. Ik denk dat Pneo daarbij een grote hulp tot nu toe is geweest. Dus, hoe lang werken jullie al met Pneo ondertussen? 2-3 jaar. Ja. Dus Ja, allee, leuk. Ja. En ondertussen is er hopelijk al veel veranderd ook voor jullie. Klopt, klopt. Vergeleken met 2 jaar geleden. Klopt, ja. Van manuele uploads in Pneo naar eigenlijk full geautomatiseerde processen bij opdrachtbrieven, verslaggeving, huurcontracten, tot zelfs documenten van notarissen en zo die we erin steken. Dus het gaat wel vrij vlot. Dus het is, de impact is wel gegroeid ook. Ja, zeker. En die integraties, maakt dat er wel een groot verschil op vandaag? Als je vergelijkt met dat je het in het begin manueel ging uploaden? Ja, voor mij wel, omdat je gewoon de tijd van medewerkers minimaliseert.
voor het opvolgen van documenten en zo. Je kan dat gewoon in de software, zoals een admin tools, gaan opvolgen. En ja, dat maakt wel verschil uit. Oké, okay, ja. De reden dat we deze webinar ook nu organiseren, is ook met zicht op mei, juni. April is misschien geen ideale moment om op de accounten te gaan lastigvallen tijdens de drukke BTW-periode. Mm-hmm. Dus dachten we, we doen het er even voor. Met als doel eigenlijk om iedereen nog eens scherp te stellen. Sommige dingen ga je misschien al kennen. Hopelijk hoor je nog links en rechts tips en tricks, van Dieter of van Jury. Zodat eigenlijk de grote hoop, hè, de 31-12, de afsluitingen die er dan aankomen, dat jullie daar optimaal kunnen van genieten van de meerwaarde van Peneo. Merk jij ook, Dieter, dat verschil met vroeger en nu? Je hebt al 1-2 jaar gewerkt met de afsluitingen van via Peneo te laten geven. Wat is de impact daarvan? Ja, we komen van alles digitaal te laten tekenen via cardreader en of scans van handtekeningen of fysiek tekenen naar alles via Peneo. En wij merken dat we, laten we zeggen, 95% tegen eind juni getekend al hebben. Mooi. Van de verslaggeving, via rekeningen en zo. Dus jullie gaan ook niets meer neerleggen zonder dat het getekend is? Nee. Peneo helpt daar dan. We hebben intern ook de deadline om zo vroeg mogelijk af te sluiten. Ik denk dat nu op de planning 15 mei alles rond zal zijn qua dossiers. Okay. Dat geeft ons de tijd om tegen 30 juni alles gehandtekend te hebben en binnen de wettelijke termijn de jaarrekening neer te leggen. Okay. Dus dat maakt wel groot voordeel uit. Super, fijn, dankjewel. Ik ga nu het woord geven aan Jury. Die zal met ons eens door de applicatie gaan, de verschillende stappen doornemen vanuit Peneo via Solarfin, de integratie met Admin Pulse. Dus ook om te zien wat daar allemaal mogelijk is. Jury, het woord is aan jou. Als er vragen zijn, aarzel niet om die in de chat te stellen, dan pikken we daar zeker op in. En Dieter zal tussendoor ook vanuit zijn ervaring of feedback geven op de onderdelen die Jury behandelt. Succes. Ja, dank u. Goedemorgen allemaal. Groetjes vanuit het hoofdkantoor van Peneo in Kopenhagen. Leuk om Dieter erbij te hebben. Jullie zullen mij wel kennen. Ik heb met de meeste van jullie al contact gehad bij het opzetten van jullie account en de onboarding. En ik zal jullie vandaag een aantal zaken nog een keer laten zien. Als herinnering van, denk eraan, we hebben een paar features om jullie te helpen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. En ik zal ook nog een keer door de integraties Admin Pulse en Solarfin gaan, gewoon nog een keer laten zien hoe een en ander is op te zetten en hoe de werking ervan precies verloopt. Dus ik zal nu gewoon mijn scherm gaan delen en dan gaan we nog een aantal zaken bekijken. Oké, dus ik ga ook niet te diep op alle technische zaken in wat betreft Peneo met de opzet. Maar uiteraard, mocht u vragen hebben, u kunt ons altijd contacteren. Ik zal me nu vooral richten op de gebruikerservaring. Hoe gaan jullie eigenlijk normaal te werk met Peneo? En dan ga ik alleen een aantal settings nog even laten zien. Gewoon als een herinnering van, denk eraan, we hebben deze settings beschikbaar. Die kan jullie hulp bieden eventueel bij het verwerken van de documenten. Eén zaak ervan is onder configureren van bedrijf. Dan kan een beheerder e-mailherinneringen opzetten. Dus nu hebben jullie ook veel tijd dat jullie spenderen met het opvolgen van klanten die nog niet getekend hebben. Ook is natuurlijk vaak een vraag van, oké, we hebben documenten verstuurd. Wie heeft al getekend? Wie heeft hem niet getekend? Welke klanten moeten we opvolgen? En de eerste stap om jullie daarin misschien te helpen, hebben wij bij Peneo dus die automatische e-mailherinneringen voor opgezet. Dus een beheerder die kan onder configureren bedrijf via details hier bij instellingen dossier een standaard herinneringsinterval opzetten. Dus hier kunnen jullie standaard zetten. Nou, we hebben de geldigheid van de link naar de document hier ingesteld. Die staat in mijn geval op 1 maand. En dan kunnen jullie instellen dat binnen die maand tijd om de zoveel dagen een automatische e-mailherinnering wordt gestuurd naar personen die nog niet getekend hebben. Dus in mijn voorbeeld staat die op 7 dagen. Dus iedere 7 dagen krijgen personen die nog niet getekend hebben een automatische e-mail van, hey, er staat nog een documentje te wachten, wilde dat zo spoedig mogelijk tekenen. Dieter, op hoeveel dagen staat dat bij jou? Ik denk een 3-tal. Ja. Iets sneller zelfs. Ik ervaar ook wel uit de praktijk dat het iets sneller wel handig kan zijn om de mensen
toch te stimuleren, ja. Ja. Dus inderdaad, u kunt hier een aantal dagen inzetten. Bijvoorbeeld, u geeft 10 dagen de tijd. En inderdaad, en ook bij de meeste klanten zie ik ook 2 tot 3 dagen zie ik inderdaad de herinneringen ingesteld zijn. Overigens, als u dit hier instelt, als standaard, dit is dus dan 10 dagen, en bijvoorbeeld 2 dagen die automatische e-mailherinnering. Mocht er nou iets op uw pad komen, vandaag denk je, nou, we moeten nog een ander contractje tekenen, dat voor vrijdag getekend moet worden. U kunt ten alle tijde die geldigheid van de linkgeldigheid aanpassen, maar ook, u kunt ook per persoon eventueel de herinneringsdagen aanpassen. Dus u kunt het ten alle tijde aanpassen. Dan ook nog een korte reminder voor het dashboard. Dus zodra jullie werken met Paneo en jullie hebben een aantal contracten verstuurd, kunnen jullie 's ochtends, wanneer jullie een kop koffie in de hand hebben, kunnen jullie inloggen bij Paneo en even het dashboard bekijken. Kijken welke documenten er uitgestuurd zijn en welke documenten binnenkort komen te vervallen. Dus op deze manier, zoals hier, zien we dossiers verlopen binnenkort. Kunnen we u helpen een goed inzicht te geven van welke documenten er verstuurd zijn, welke vervallen er binnenkort. We zien hier een contract vervalt over 14 uur, over 1 dag, over 3 dagen. U kunt eventueel klikken op zo'n contract om inzicht te krijgen. Nou, ik wil de status graag bekijken. We zien hier, oké, 1 persoon heeft getekend. Een andere persoon staat nog in afwachting van een ondertekening. Die moet nog afwachten tot een andere persoon eerst tekent. En we hebben hier een onbestelbare melding. In dit geval is er misschien ergens een typfout geweest in jullie e-mailadres. Of inmiddels heeft jullie klant misschien een nieuw e-mailadres gekregen. Dit is ook niet iets dat jullie pas zullen ontdekken op het moment dat jullie hier in een logboek gaan kijken. Wanneer jullie een contract opzetten, dit versturen naar de klant, zal degene die dat verzorgt binnen 24 uur automatisch een e-mailmelding krijgen via Paneo. Van, hey, het contract is niet kunnen worden afgeleverd aan deze specifieke persoon, omdat er ergens een fout in het e-mailadres zit. Dus in dat geval kunt u eventueel even contact opnemen met uw klant, het juiste e-mailadres verkrijgen. U kunt gewoon op die persoon klikken hier. En het e-mailadres aanpassen, de wijzing opslaan en dan via acties het verzoek opnieuw verzenden. Dus het is niet nodig dat u dan het gehele contractenbundel allemaal helemaal opnieuw gaat opzetten, dat alle ondertekenaars opnieuw moeten tekenen. Op deze manier krijgt gewoon die persoon die het contract niet heeft ontvangen, alsnog het document toegestuurd. Dus dit is ook wel handig om te zien. Nou, we zien hier de personen, de status ervan, wie heeft er getekend, wie heeft er niet getekend. Dus u kunt eventueel ervoor zorgen of ervoor kiezen van waar doe ik een korte opvolging door een telefoontje te plegen of een korte e-mailbericht na te sturen. Of een extra reminder. Ja, precies. Dus dit is in ieder geval een mooi overzicht van de status. U kunt ook al zien hier de recent afgeronde dossiers. Dus in de ideale situaties komen hier mooi alle ondertekende documenten binnen. Eén voor één, dus je kunt bijhouden, oké, welke klanten hebben getekend, welke documenten zijn allemaal voorzien van de handtekeningen. Dus ook hier krijg je al een mooi overzicht gelijk en je kunt een en ander al gelijk bekijken. Dus dit is gewoon om te laten zien dat we een mooi overzicht hebben met de status van de documenten. Wat ook voor kan komen, dat hoor ik ook wel eens, misschien is de link verlopen. Het contract is niet meer zichtbaar voor een persoon die was te laat met het tekenen van de documenten. Dan is het natuurlijk vervelend wanneer 12 personen al getekend hebben. 1 persoon is te laat. Jullie willen niet weer alles opnieuw op gaan zetten. Dan kunt u hier naar de afgekeurde documenten gaan. Dan kunnen we hier ook het contract opzoeken. En dan kunnen we hier zien bij de vervaldatum verlengen dat het mogelijk is om de persoon die nog niet getekend heeft alsnog de mogelijkheid te geven om het document te tekenen zonder dat u alle ondertekenaars nog een keer het document moet sturen. Dus ik kan gewoon hier op de datum kiezen. Dus vandaag 5 maart. We geven bijvoorbeeld nog een week de tijd om alsnog te tekenen. We selecteren die datum. We doen opslaan. En dan zal de status veranderen naar een afwachting. Ik heb hier alleen een test-e-mailadres, vandaar dat hij bij mij een fout geeft. Maar normaal staat hier weer een afwachting. Er wordt alsnog het document opnieuw gestuurd naar de persoon die niet getekend heeft. En dan zal het ook hopelijk voor u snel opgelost zijn wanneer die persoon ook tekent. Dus ook dan hoeft u niet alles helemaal opnieuw op te zetten. Ik zal even kort gaan kijken hoe we een dossier kunnen opzetten, handmatig. Want dit is wel verstandig voor degene die ook met Silverfin werkt.
Wanneer we nieuwe maken klikken en een dossier openen hier, dan zien we bij paneel 4 stappen: details, documenten, ontvangers en beoordelen en verzenden. En dan wil ik in het kort even iets melden over ondertekeningstromen. Dus bij paneel werken we met zogenaamde ondertekeningstromen. En een ondertekeningstroom is eigenlijk een vooraf opgezette manier waarop documenten getekend kunnen worden. Dus welke documenttypes hebben jullie? Welke hoedanigheden zijn er? Welke hoedanigheden moeten welke documententypes ondertekenen? Zijn er één of meerdere ondertekeningsrondes? Dus binnen Paneo hebben we een aantal standaarden opgezet. En ik zal nu gewoon even de formele bundel jaarrekening ook als voorbeeld nemen, omdat deze veel gebruikt wordt in samenwerking met Silverfin. Dus belangrijk, mocht u willen weten wat er in de ondertekeningsstroom staat, kunt u altijd op het vraagtekentje hier klikken. En dan krijgt u een mooi overzicht van de documenttypes en hoedanigheden binnen zo'n documentenondertekeningsstroom. Hier zien we voor de meeste van u de welbekende documenten, de verslagen, notulen, ook de juiste hoedanigheden. En wat ik nog een keer wil aangeven, de kracht van zo'n ondertekeningsstroom is eigenlijk dat, stel er is iemand, wat we vaak zien, zowel bestuurder als aandeelhouder, dan zal deze persoon gewoon één e-mail krijgen met een link naar een aantal documenten. En als voorbeeld, deze persoon moet misschien 7 documenten tekenen in totaal. 4 documenten hiervan moeten door die persoon getekend worden als bestuurder. 3 documenten daarvan dient die persoon als aandeelhouder te sturen. Dan kan deze persoon gewoon via de link in de e-mail de documenten openen, alle 7 documenten bekijken. En als alles in orde is, hoeft die persoon maar eenmalig met It's Me bijvoorbeeld de verificatie te doen en de handtekening te zetten. Dan worden deze documenten digitaal ondertekend. En dan kan Paneo automatisch herkennen, er zijn hier een verslagen, jaarrekening, een bestuursverslag bijvoorbeeld en een bevestigingsbrief. Die worden door deze persoon in de rol van bestuurder getekend. En automatisch is ook ingesteld dat bijvoorbeeld de algemene vergadering en de notulen door deze persoon als aandeelhouder getekend worden. Dus 7 documenten kunnen in één keer getekend worden in verschillende hoedanigheden. En ieder document krijgt apart een handtekeningpagina met de juiste hoedanigheden bij de persoon vermeld. Dus het is niet nodig dat die persoon bijvoorbeeld 7 keer een e-mail krijgt, 7 keer moet inloggen, 7 keer moet tekenen. Dat gaat allemaal in één keer, wat uiteraard het proces van ondertekenen ook een stuk vergemakkelijkt, ook voor jullie klanten. Dat is inderdaad wel een pak gemakkelijker ten opzichte van vroeger, waar dat je dikwijls merkte dat ze op de juiste plaats niet getekend hadden of een plaats vergeten hadden. Door dit toe te passen en door die herkenning, ja, heb je die problemen niet meer op dit moment. Ja. Het is goed om te horen. En het is gemakkelijker voor de klant, want de klant weet niet altijd waar dat hij exact moet tekenen. Als we kijken naar een simpele managementvennootschap of zo, die zijn daar niet echt mee bezig. Ja, in dat geval wordt het wel allemaal op de correcte plaats getekend door de stempel van Paneo en de It's Me stempel. Alright. Ja. Goed om de input te horen hier. Ook deze formele bundel jaarrekening. We hebben met behoorlijk wat klanten gesproken en die maakten zich af en toe zorgen over de toetsing met bijvoorbeeld ITAA op bepaalde documenten. Dus in samenwerking met een aantal klanten is ook echt besloten om in deze bundel 3 verplichte documenten op te nemen. Dus algemene vergadering, verslag bestuursorgaan en de jaarrekening zelf. Dus wanneer u de verwerking van deze documenten doet via Paneo, bent u in ieder geval ook altijd compliant voor de toetsing die er aan gaat komen. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken, dan zit u in ieder geval goed met de compliant qua toetsing daar. Vandaar dat we in deze bundel 3 verplichte documenten hebben opgenomen. Ik krijg ook wel eens de vraag uiteraard van, soms hebben we geen jaarrekening nodig, maar we hebben ook een formele bundel zonder de verplichte documenten. Bijvoorbeeld voor de COMV's en de VOF's. En ook hier ziet u de algemene vergadering. Er zijn een aantal verslagen beschikbaar. Hier zit geen jaarrekening bij, maar ook geen verplichte documenten. Dus deze ondertekeningsstroom zou ook perfect kunnen gebruikt worden voor dat soort klanten. Dus het is mogelijk om verschillende kantoortypes een uitnodiging te sturen ter ondertekening door verschillende ondertekeningsstromen te gebruiken. Misschien kan ik hier nog een aanvulling geven. We zijn volop bezig met een update hiervan, om
het systeem vooral gericht op grotere bedrijven, waarbij er een auditor aan te pas komt. Mm-hmm. Die hebben wettelijk andere verplichtingen naar timeline toe. Die moeten denk ik 30 of 15 dagen voor de algemene vergadering al een deel van de documenten laten ondertekenen. Mm-hmm. We zijn nu eigenlijk volop in de laatste rechte lijn om eigenlijk ervoor te zorgen dat je ook zal kunnen gefaseerd of in verschillende stappen de documenten gaan versturen, zodat je ook aan die wettelijke verplichting geautomatiseerd via Penneo kunt gaan voldoen. Dus dat hopen we ook nog klaar te krijgen voor mij, zeg maar. Ons team is daar volop aan bezig, ook met feedback van verschillende accounts. Dus ik weet niet, Dieter, of jij daar ook al... Nee, dat was mijn idee. Maar we hebben aan een vijftal accounts gesproken die dat topic al zelf hadden opgeworpen voor hun grotere klanten. Dus dat is een verbetering die er nog aankomt, om hier ook die automatisering nog extra te ondersteunen. Goede zaak. We gaan nu dan even kijken bij de eerste stap details. Ik zal nu even laten zien in het kort hoe we handmatig een contractenbundel kunnen opzetten. Zometeen zullen we zien dat als u bijvoorbeeld de integratie met Silverfin gebeurt, dat dit volledig geautomatiseerd is. Maar ik denk dat het altijd verstandig is om nog een keer een overzicht te krijgen van de verschillende stappen. Mocht je een en ander moeten aanpassen nadat u een export heeft gedaan vanuit Silverfin bijvoorbeeld, dan weet u in ieder geval in welke stap u een en ander kunt terugvinden. En ik zie ook in de poll, Jury, dat er mensen zijn die geen integratie gebruiken, dus voor hen is het zeker ook een meerwaarde. Ja, zeker. Is een goeie om inderdaad een keer te zien dan. Dus we kunnen hier in het begin een titel ingeven voor de documenten die je wil versturen. Dus veel van onze klanten die zetten hier ook bijvoorbeeld een referentienummer in, of een klantnummer, of de benaming van de contracten. Dan kunnen we een ondertekeningsstroom kiezen. In mijn geval zal ik jullie door de jaarrekening nemen als voorbeeld. U kunt hier aangeven waar in het archief de ondertekende documenten opgeslagen kunnen worden. Dus bij Penneo werken we met een folderstructuur, waarin u zelf een structuur kunt opbouwen van folders. Je kunt bijvoorbeeld een folder voor klanten aanmaken en dan per klant een foldersysteem maken. Of misschien werk je liever met per documenttype. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ik maak alleen een folder aan voor de jaarrekeningen. Dan komen er alle jaarrekeningen in en van daaruit verwerken we die. Maar je kunt hier in ieder geval aangeven waar u de ondertekende documenten wil laten opslaan. Dus ik zal bijvoorbeeld een algemene folder voor de jaarrekening selecteren anders. Dan kun je ook aangeven, de persoon die gaat ondertekenen, die mag alle documenten inzien. Of misschien heeft u liever dat de persoon alleen de documenten inziet die hij of zij zelf dient te tekenen. Dus dat kunt u hier ook aangeven. De taal kunt u hier aanpassen. Misschien werkt u ook met Frans of Engelstalige klanten. Dan is het verstandig dat de beheerder via configureren en bedrijf onder de e-mailschablonen ook een e-mailschabloon aanmaakt in de juiste taal. Dus zullen we zo meteen zien, die kan bij de derde stap kan die dan gekozen worden. Maar wanneer hier de taal dan bijvoorbeeld op Frans gezet wordt, dan zal ook de volledige opvolging geautomatiseerd worden in de juiste taal. Dus e-mailherinneringen worden in Frans gestuurd, de opvolging, wanneer iedereen getekend heeft. Dus ook dat stukje is geautomatiseerd in de juiste taal dan. Je kunt ook een beveiliging aanzetten op de documenten. Deze maand wordt dit gedeelte wordt vervangen bij Penneo door een hele mooie SMS-verificatiemethode. Dus het wordt eigenlijk nog makkelijker wanneer iemand documenten wil inzien, maar er zit een beveiliging op, een persoonsbeveiliging, dat die persoon zichzelf kan identificeren, zeer binnenkort ook via de SMS-verificatie. Dus het is mogelijk ook om documenten per persoon ook te beveiligen. We hebben ook een optie om de documenten alvast klaar te zetten. Normaal gesproken, wanneer we deze vier stappen doorlopen, wordt er een contract opgezet. En dan wordt het gelijk doorgestuurd naar de eerste partij die moet tekenen. Maar misschien weet u, morgen komt er een klant bij ons op kantoor. U wil niet al deze stappen gaan doorlopen terwijl de klant naast u zit. Dus dan kunt u mooi de dag van tevoren kunt u het contract klaarzetten. U kunt dan dit vinkje aanzetten. Dit dossier wordt ondertekend in een vergadering. En nadat u het contract heeft opgezet, krijgt u zelf een e-mail met een link naar die documenten. Dus als morgen de klant op kantoor komt, kunt u terwijl de klant naast u zit het document makkelijk openen en samen doornemen en eventueel laten tekenen. Ik weet niet of Dieter hier ook een keer gebruik van gemaakt heeft. Nee, oké. Maar dat is een goede reminder om nog een keer te bekijken. Dus nu hebben we in de eerste stap hebben we dus een titel aangegeven van het contract dat we gaan opzetten, een ondertekeningsstroom gekozen.
We geven een map aan waarin alles opgeslagen wordt. En dan kunnen we dus opslaan en doorgaan. We komen bij de tweede stap uit, de documenten toevoegen. Zoals ik zojuist ook al zei, in deze bundel zitten drie verplichte documenten. Er wordt ook mooi een melding van gemaakt. Dus nu kunnen we, als u de handmatige manier gebruikt, kunnen we de documenten gaan opladen. Dat dienen altijd PDF-bestandjes te zijn. En hierbij is het belangrijk dat u even het document aan het juiste documenttype koppelt. Dus ik heb een algemene vergadering, die koppel ik aan de algemene vergadering. Dan heb ik een bestuursverslag en liquiditeitstest. Een bevestigingsbrief. Verslag bestuursorgaan alarmbelprocedure. Een jaarverslag. De jaarrekening en een verslag bestuursorgaan. Deze ga ik nu allemaal toevoegen. Mocht u even afgeleid zijn of u wilt toch even controleren of het juiste document is toegevoegd, kunt u op het oogje klikken. Dan krijgt u een mooie preview te zien van het document. Als dit in orde is, kunnen we ook hier opslaan en doorgaan kiezen. Hier kunnen we dan ontvangers toevoegen. Dat zijn personen die de documenten zullen gaan tekenen. Wanneer u een aantal contacten al in de contactenboek heeft opgeslagen, dan kunt u gewoon een aantal letters intypen. Er worden al wat suggesties gegeven en dan kunt u de juiste persoon kiezen. Het is ook zo wanneer u een export doet vanuit Silverfin. Al die contacten worden automatisch uitgelezen vanuit Silverfin. Die komen dan binnen Penneo. En ook die contacten worden automatisch opgeslagen in het contactenboek van Penneo. Dus we gaan nu een ondertekenaar toevoegen. Ik ben bijvoorbeeld ook in de eerste ondertekenaar. Ik voer de naam in, het e-mailadres. Dan geef ik hier de hoedanigheden aan. En hierbij is het belangrijk dat wanneer iemand meerdere hoedanigheden heeft, dat ook gelijk alle hoedanigheden worden aangegeven. Om te voorkomen, er is wel eens een fout gemaakt door een aantal klanten die zeggen ik voeg de naam in, het e-mailadres, dan geef ik een rolnaam en dan voegen ze die persoon toe als ontvanger. Dan voeren ze nogmaals dezelfde naam in, hetzelfde e-mailadres en dan zeggen ze deze persoon is ook bestuurder. Dan voegen ze weer de ontvanger toe. Op dat moment zal deze persoon twee keer een e-mail krijgen en moet die persoon ook twee keer tekenen. En de kracht van Penneo is juist dat iemand met meerdere hoedanigheden alles in één keer kan tekenen. Dus vandaar dat het belangrijk is dat alle hoedanigheden in één keer toegevoegd worden hier. Er is ook een mogelijkheid om eventueel buiten It's Me, alle klanten kunnen ten alle tijde met It's Me tekenen. Maar mocht het voorkomen dat iemand geen It's Me kan gebruiken, hebben we ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld hier aan te geven dat die persoon een handgeschreven handtekening kan gebruiken. Dus met de vinger op een tablet of telefoon tekenen. Of een afbeelding op te laden. De handtekening schrijven, daar een foto van maken en dan die afbeelding opladen. We weten dat deze twee manieren van handtekeningen ook door de autoriteiten aanvaard wordt. Voor de documenten die jullie willen gaan verwerken doorgaans met Penneo. En ik adviseer om de laatste, de tekstinvoer, om die niet te gebruiken. Dat is wanneer iemand een naam intypt, dan genereert de software een of andere handtekening. En wij weten dat die eigenlijk niet echt aanvaard wordt. Dus de twee eerste kunt u wel makkelijk gewoon gebruiken. Dan kunt u de eerste ontvanger toevoegen. Ik zal eventueel een tweede gaan toevoegen. Je ziet wanneer u een nieuw contact ingeeft, zet hij ook automatisch in het contactboek opslaan. Dus ook dit contact wordt dan automatisch opgeslagen. We kunnen deze ook een rol geven. Eventueel ook zeggen, ze kunnen op de andere manier buiten It's Me tekenen. En we hebben deze persoon ook toegevoegd. Dus op deze manier kunnen we in ieder geval de ontvangers gaan toevoegen. Het is ook mogelijk een kopie te versturen. Misschien is er een bepaalde persoon in de organisatie of iemand anders die graag een kopie wil zien van alle volledig ondertekende documenten. Dan kan hier een naam en e-mail ingegeven worden en dan zal die persoon, nadat alle partijen getekend hebben, ook de ondertekende documenten in de inbox ontvangen. Dan kunnen we hier beneden een e-mailschabloon selecteren. Dus jullie kunnen van tevoren voor ieder documenttype een mooi e-mailschabloon aanmaken. Dan is het hier snel te kiezen. Bijvoorbeeld, ik heb hier dit e-mailschabloon. Wanneer u denkt, dit is prima voor alle ondertekenaars, kunnen we opslaan en doorgaan. Het is ook mogelijk om misschien een persoonlijk berichtje mee te sturen. Misschien heeft u een bepaalde persoon wat u wat graag wat meer informatie wil toevoegen. Of persoonlijk goed kent en er wat persoonlijks wil bijzetten. Dan kunnen we een nieuw aangepast bericht toevoegen. Wordt er een tweede e-mail geopend.
kunnen hier een schabloon voor kiezen ook. Maar dan zeggen we, oké, deze persoon hier, die zal een extra tekst, een aangepast bericht krijgen. We typen hier wat extra informatie bij. En dan zal deze persoon een iets ander aangepast bericht krijgen dan de standaard e-mail. Dus op die manier kun je ook iedere ontvanger eventueel een persoonlijk bericht meesturen. En hier zijn we al in de laatste stap weer. Hier krijgen we een overzicht bij beoordelen en verzenden. Wat gaan we precies versturen? Wie gaat het tekenen? We zien hier de vervaldatum. Die staat bij mij standaard op 1 maand. Die kun je hier verkorten eventueel indien nodig. Bijvoorbeeld op 1 week zetten. Of u kunt ook ervoor kiezen om de bundel op een later tijdstip te versturen. Door hier de verzenddatum aan te passen. Is dat iets wat jullie veel gebruiken, Dieter? Later verzenden? Nee, eigenlijk... Toch veel klanten die dat wel tof vinden, maar... Wij doen eigenlijk de configuratie nadat... alles gebeurt vanuit Silverfin. Van zodra dat de meeting met de klant gebeurd is, gaat eigenlijk de office manager een melding krijgen binnen dat impuls om de documenten te verzenden. En dan worden die vanuit Silverfin via de API uitgestuurd. Ja. Dan zou je al toch kunnen uitgesteld worden. Ja, zou je inderdaad. Maar met welk nut, we willen gewoon zo snel mogelijk die klant hem aan herinneren dat hij na de meeting zijn documenten wil uitsturen. Dat hij moet handtekenen. Dus daar te veel tijd over laten gaan, gaat weer. Ja, je hebt soms voor klanten die dan de afsluitvloer gedaan hebben en die dan laten afleveren op het moment van de officiële algemene vergadering op papier. Oké, maar wij gaan eigenlijk dan een document opstellen voor vervroeging van de algemene vergadering. Ja, oké. We kunnen ook even kijken hoe een document binnenkomt bij de klanten. Het duurt meestal 1, 2, 3 minuten voordat de documenten binnenkomen. Ik heb zojuist voor deze meeting eenzelfde bundel opgezet even, om ook te laten zien versneld hoe het binnenkomt bij de klant. Dus je zult ook zien dat de afzender, daar staat de naam van de persoon die binnen jullie kantoor het contract heeft opgezet. U ziet hier is een e-mailschabloon is gebruikt hier. Hier zal jullie eigen branding te zien zijn in de e-mailhandtekening. En als ondertekenaar kan ik nu de documenten openen. En dan kan ik door de documenten gaan. Dus ik kan in dit geval moet ik dan 7 verschillende documenten gaan tekenen. En als bestuurder kan ik dan de documenten lezen. Ik vermoed dat al uw klanten wat langer de tijd zullen nemen om door deze documenten te gaan. Dan zijn we bijna bij de laatste stap. En hier kunnen we dan documenten ondertekenen. Ik had van tevoren al aangegeven dat buiten de It's Me ook op de andere manier getekend kunnen worden. Ik ben zelf Nederlands, ik heb de Belgische It's Me mogelijkheid nu nog niet. Maar ik zal even laten zien hoe het met de handtekening tekenen gaat. En hierbij is het wel belangrijk, wat ook via tekenen met It's Me gepresenteerd wordt, is de verklaring en toestemming die een ondertekenaar moet geven. Vooral de eerste regel, met mijn handtekening accepteer ik de inhoud en alle datums in de volgende documenten, geïdentificeerd door een documentsleutel en cryptografische hashwaarden. Daar zal ik zo meteen iets meer over zeggen, maar ik kan nu hier een overzicht krijgen welke documenten ik ga tekenen. Ik zie welk document ik als welke hoedanigheid ga tekenen. De algemene vergadering zal ik in 1 keer als 2 rollen ondertekenen, de aandeelhouder en bestuurder. De overige documenten onderteken ik als bestuurder. En ik kan nu dus eigenlijk in 1 keer gewoon een handtekening zetten hier. En dan krijgt ieder document apart mijn naam met de juiste hoedanigheid en de handtekening gepresenteerd. Dus vanaf nu kan ik een aantal documenten uit deze bundel halen. En die kan ik bij die autoriteit neerleggen. De andere kan ik bij die autoriteit neerleggen. Dus ieder document zal voorzien zijn van de juiste handtekening en de juiste hoedanigheid. Terwijl ik maar 1 keer teken. Dus zodra alle partijen getekend hebben, zal ik als ondertekenaar ook in mijn inbox de ondertekende documenten ontvangen. Dan zal ik nu anders ook even de Silverfin-integratie laten zien, de koppeling met Silverfin. Zometeen zal Dieter hier misschien ook nog iets over willen vertellen. Maar het opzetten ervan is vrij eenvoudig. Iemand die een admin-account heeft binnen Paneo en binnen Silverfin met hetzelfde e-mailadres, kan naar configureren gaan binnen Paneo en dan bedrijf. En wanneer we dan onder details naar beneden gaan, zien we hier integraties. En dan integraties van derde beheren. En het enige dat hier gedaan dient te worden, is de omgeving
van Silversyn waarin u werkt hierin te geven. Voor de meeste klanten zal dit ook de live.getsilversyn.com omgeving zijn. Mocht u er niet zeker weten, dan kan ik adviseren om even in te loggen op uw Silversyn omgeving. En dan kunt u boven in de URL ziet u ook de omgeving van Silversyn waarin u werkt. Wanneer u dan op aanzetten klikt, wordt de autorisatie gevraagd binnen Silversyn. En wanneer dat aanvaard wordt, is de koppeling opgezet. Dus het is niet een heel technisch verhaal. Op dat moment kunt u ook met Silversyn werken. Omdat u het als admin opzet, zullen ook alle collega's die met Paneo werken en ook in Silversyn ook gebruik kunnen maken van de integratie. Ja, dat is een belangrijk punt. Dus ja. Dieter, als je nog herinnert bij ons werkte de integratie niet onmiddellijk, omdat ik gevraagd had aan mijn office manager, die ook admin rechten heeft op Paneo, om de integratie op te zetten met Silversyn, terwijl ik admin ben binnen Silversyn. En dat liep niet. Totdat we erachter gekomen zijn dat dat één en dezelfde persoon is, hetzelfde e-mailadres is dat moet opzetten. Ja, dus je moet admin zijn in beide oplossingen om de connectie te kunnen maken. Ja. Ik herinner me inderdaad ook die case en dan moesten we even goed uitzoeken wat er nou precies was. Maar als het goed is, vertel ik nu. Alle klanten moeten het weten. Ik vertel altijd bij dat iemand een admin moet zijn inderdaad om het goed op te zetten. Wanneer we dan even gaan kijken binnen Silversyn. Ik weet dat er voorheen, wanneer we een klantenbestand openen, voorheen hadden we met Paneo een integratie samen met Silversyn. Dat verliep eigenlijk via documenten. Maar er zijn een aantal aanpassingen geweest vorig jaar binnen Silversyn, waardoor dit ook gaat komen te vervallen. Dus het zal niet meer mogelijk zijn om via de documenten de integratie te gaan gebruiken met Paneo. Omdat alles is omgezet naar reconciliation templates, hebben we een aantal aanpassingen moeten doen. Waarmee onze klanten vandaag de dag ook werken. En ik zal even laten zien wat het grootste verschil was op dat moment. We hebben nu een jaarrekening en de wettelijke verslaggeving. Dus hoe het werkt is dat op dit moment, wanneer jullie de jaarrekening willen meebesturen, deze even apart gedownload moet worden, zodat deze klaar staat lokaal om later in binnenpaneel opgeladen te worden. En dan kunnen jullie wel naar de wettelijke verslaggeving gaan. En hier staan de bekende verslagen, staan hier vermeld ook. Jullie kunnen een keuze maken door het sterretje aan te vinken, zodat dit een goudkleurig kleurtje krijgt. Dan weten jullie, oké, deze documenten zijn geselecteerd. Dit zijn de documenttypes die ook gedefinieerd staan met de integratie met Paneo. Wanneer de koppeling goed is opgezet, staat hier onder acties een extra button, verzenden naar Paneo. En wanneer we daarop klikken, dan zien we dat er een extra stap is toegevoegd eerst. Dus in het volgende scherm kunnen jullie gaan bepalen, oké, wat voor soort verslaggeving wil ik gaan versturen. Hebben jullie een verslaggeving zonder jaarrekening, dan kunnen jullie eventueel de zonder verplichte documenten kiezen. Maar ik zal nu even laten zien hoe het werkt met de jaarrekening. Dus ik kies nu weer de formele bundel die ik zojuist handmatig heb toegevoegd via Paneo. Die ga ik nu selecteren. En nu gaat automatisch Paneo de documenttypes opvragen die gekoppeld zijn aan deze bundel. En wat ook mooi is, ik vermoed dat ook zo bij Dieter werkt. U heeft waarschijnlijk via Admin Pulse een synchronisatie lopen naar Silversyn. Hierdoor zijn ook de gegevens van de ondertekenaars beschikbaar binnen de bedrijfsparameters van Silversyn. En dat zorgt ervoor dat Paneo door middel van deze integratie ook automatisch de gegevens van de ondertekenaars kan opvragen. Belangrijk is ook om mee te geven dat de documenten die je start, dat enkele documenten zijn die mee worden geëxporteerd over API. Dus je hebt er nu 7, je hebt ze allemaal gestart. Als je er maar 2 start, dan gaan enkel die 2 verslagen of notulen meegaan bij de export. Ja, inderdaad. Zojuist heb ik deze stappen laten zien. Dat heb ik bewust gedaan, omdat ik nu ook kan aantonen hoe de export binnenkomt binnen Paneo. U ziet, het komt bij de eerste stap uit. Dus wat u hier zou kunnen doen, is bij de titel een goede titel geven voor de bepaalde bundel of de jaarrekening die heeft, voor een bepaalde klant misschien. Misschien werkt u met referentienummers, dat zou u erin kunnen zetten. Dan kun je nog eventueel een folder selecteren, een mapje waarin dit document opgeslagen dient te worden. Je kunt dan opstaan en door gaan klikken. Zoals je ziet zijn de wettelijke verslaggeving documenten allemaal netjes toegevoegd.
De jaarrekening heeft u van tevoren klaargezet. Er wordt ook melding gegeven dat deze nog opgeladen dient te worden. Dus we klikken hiervan, we zoeken het juiste document op, de jaarrekening. We koppelen dit aan het juiste documenttype. En dan doen we deze ook uploaden. Dus nu hebben we eigenlijk de complete bundel van documenten die we willen vertekenen, hebben we nu klaargezet. Misschien kan ik hier nog een toevoeging doen. Ik weet dat Dieter daar ook nog op wacht. We zijn volop met een afwachting van Solarfin. Zoals jullie wel weten, werken zij hard aan een nieuwe applicatie rond de personenbelasting. Dit stukje, waarbij dat de jaarrekening manueel moet worden toegevoegd, is iets wat op de roadmap staat bij hen. En daar zijn we een beetje afhankelijk van hun aanpassingen die zij nog moeten doen, zodat dit eigenlijk ook mee automatisch in één beweging. Dus dat we die laatste manuele stap, zeg maar, die hier moet gebeuren, willen we er graag uit krijgen. Dit nemen ze op van zodra ze klaar zijn met de PB, dus het zal een beetje af te wachten zijn wanneer het zal passen bij hen. Maar ik hoop ook dat dat in het voorjaar nog kan lukken, zodat we eigenlijk, zoals we het er gisteren over hadden, Dieter, die laatste stap eigenlijk eruit kunnen halen van de manuele toevoegingen. Zeker. Ja. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Dan wordt het nog sneller en makkelijker om dit te gebruiken. We zien hier de ontvangers. Het is niet zo dat omdat we de jaarrekening apart hebben moeten opladen, dat we ook de personen die de jaarrekening moeten tekenen nog eens apart moeten opladen. Deze zijn gewoon allemaal al vooruit herkend en ook meegeëxporteerd naar Peneo. Dus die staan ook al klaar. Je krijgt hier een overzicht van degene die gaan tekenen. Mocht het nou voorkomen dat u ergens in de synchronisatie misschien toch ergens een rolnaam mis of een e-mailadres mis, u kunt altijd nog een contact eventueel hier bijwerken. Maar als het goed is, staan hier gewoon in ieder geval alle ondertekenaars klaar. Dus u kunt hier het schabloon nog kiezen dat u klaargezet heeft. Een opstaan en doorgaan. En hier zien we dan eigenlijk, dit zijn alle documenten die getekend gaan worden. Alle ondertekenaars zijn automatisch toegevoegd. Deze bundel kunnen we nu gelijk eigenlijk versturen. Deze manier werken we samen met de Silverfin op dit moment. Wij werken vooral via die applicatie eigenlijk om ook te vermijden dat er fouten gebeuren bij de export van documenten. Dus als je manueel documenten moet gaan exporteren en je vertrouwt dat toe aan bijvoorbeeld een office manager, omdat uiteindelijk is dat administratief opvolging, dan bestaat de kans dat zij niet alle juiste verslagen uit Silverfin gaat exporteren en manueel aan een bundel gaat toevoegen. Terwijl als je het in je afsluitprocedure zet, dat de dossierbeheerders, de seniors eigenlijk de juiste verslagen moeten sterren. En dan op die manier over API de documenten via PNEO gaan versturen, dan vermijd je die fouten. Dus dat vind ik ook wel een belangrijk om mee te geven. Ja, dus de standaardisatie zorgt eigenlijk voor het feit dat ook al ben je misschien geen accountant of heb je alle kennis dat je weet wat dat waar moet allemaal komen, dankzij de integratiesurf in PNEO maakt het eigenlijk gemakkelijk om voor een administratieve persoon eigenlijk wat te doen. Aangezien dat we allemaal wel wat tekort aan personeel hebben als accountants, proberen we zoveel mogelijk administratieve taken weg te nemen op kantoor. En dat kan je gemakkelijk hierdoor automatiseren. Ik dacht misschien, klinkt misschien logisch, maar ook de documenten die via de integratiepartners verzonden worden, zijn ook direct beschikbaar bij de opvolging. Hè? Mm-hmm. Dus in de op te volgende documenten. Dat ging je misschien ook zeggen. Ja, dus inderdaad, ik ben hier. Ik zal deze nog een keer refreshen. Ik heb nu ook weer een aantal bundels gestuurd en een aantal documenten. Het kan soms een paar minuten duren, maar deze zijn ook zeer snel binnenkort. Ze zullen waarschijnlijk al in afwachting staan. Dus hier zien we, zullen we de documenten ook al terug kunnen vinden. Ik heb hier inderdaad, deze heb ik zojuist gestuurd. Dus vanaf hier kunt u in feite ook al de status gaan bijhouden. Wie heeft er getekend, wie heeft er niet getekend, dat soort zaken. Dus u kunt het al vrij snel allemaal gaan bijhouden wie er getekend heeft. Dan zullen we even verder gaan naar de App & Puls koppeling. Iedereen die een App & Puls koppeling dient op te zetten, heeft daarvoor API keys nodig. U kunt contact opnemen met Peneo om eventueel deze te laten activeren. Wanneer we die geactiveerd hebben voor u, kunt u naar configureren en dan profiel. En hier ziet u in de derde tab de API key staan. Dus hier ziet u de klantsleutel en de geheime sleutel. Hierbij is het belangrijk wanneer u deze gegevens wenst te kopiëren, dat u op het knopje kopiëren drukt. Een aantal klanten die
kopiëren hier de bolletjes, maar er worden ook daadwerkelijk bolletjes gekopieerd. Dus het is belangrijk dat u inderdaad via de knop kopiëren en dan plakken de juiste informatie toevoegt. Dus u kunt hier de API-keys terugvinden. Wanneer we dan inloggen bij AdminPulse, om de connectie op te zetten, kunnen we rechts naar dat wieltje. Dan zien we hier de geconnecteerde applicaties. Hier kunnen we dan Penneo gaan opzoeken. Wanneer die nog niet geconfigureerd is, zal een blauw vakje staan Connect. Dat kan opgeklikt worden. En dan ziet u hier inderdaad de klantsleutel terugkomen en de geheimsleutel terugkomen. Dus je kunt hier de gegevens in plaatsen. Je kunt ook zien dat buiten de It's Me ook de andere manieren van ondertekening kunnen plaatsvinden, mocht u dat ook willen gebruiken. En hierbij is het belangrijk, u ziet hier, u kunt vinkjes aanzetten bij je AdSigned Annual Account Documents to AdminPulse. Dus het is ook mogelijk documenten die u vanuit Silverfin exporteert naar Penneo en dan laat tekenen, om die automatisch terug te laten komen via de API binnen AdminPulse. Dus het is belangrijk wanneer u dat graag zou willen doen, dat u deze settings allebei ook aancheckt. En misschien wil Dieter daar ook iets over vertellen. Wij passen die ook toe, omdat we eigenlijk een centraal punt willen creëren waar dat we taken opvolgen. De jaarafsluiting en het ondertekenen van die documenten zelf. Willen we eigenlijk niet in Penneo opvolgen, maar willen we dat deel ook van die opvolging zichtbaar is voor een dossierbeheerder. Of een senior of management of een noten. En op die manier, door dat in AdminPulse op te zetten, ga je eigenlijk daar ook kunnen opvolgen. Dat dossier is nog altijd in afwachting van ondertekening. Of het is compleet. De taak tekenen van documenten zal ook op het moment dat met Penneo getekend wordt, automatisch een groen bolletje krijgen, dus op klaargezet worden. Dus er moet niet manueel geschoven worden van... manuele manipulatie is eigenlijk niet mogelijk, tenzij dat je op niet van toepassing zet. Maar de API gaat er eigenlijk voor zorgen dat de taak ondertekenen, jaarrekening, verslagen, notulen enzovoort automatisch worden afgevinkt binnen de AdminPulse omgeving. Ja, ik denk dat dit ook wel... Ik sprak gisteren met een klant die een klein jaarklant is. En die was ook nog niet op de hoogte dat dit kon. Dus ergens rond de zomer, denk ik, toegevoegd. Mm-hmm. Dus dat is wel misschien nog een belangrijk puntje. Want wat dat we proberen te doen, is op die manier een volledige automatische stroom creëren. Je activeert vanuit Silverfin, je verzendt met Penneo. En dan is gewoon wachten totdat de taak in AdminPulse, zoals dat Dieter zegt, afgevinkt is. En alle documenten uit de bundel ook rechtstreeks in het juiste dossier worden opgeslaan in AdminPulse. Dus zo elimineer je de manuele stappen die er nog zouden zijn met opslaan en archiveren en bijhouden en zo verder. Dus dat is wel belangrijk om ook te checken. Wij koppelen daar eigenlijk ook zelfs een voorwaardelijk opmaak aan dat enkel en alleen als een getekend document toegevoegd wordt door Penneo, dat het dan de taak op klaar kan zetten. Dus het is niet meer mogelijk dat een dossierbeheerder met bijvoorbeeld kwade wil al zijn dossiers manueel op klaar kan gaan zetten. De software gaat ervoor zorgen dat er controle is op een handtekening. Dus wij willen absoluut niet meer dat jaarrekeningen en notulen en zo niet getekend zijn, vooraleer dat ze worden neergelegd. En door die voorwaardelijke opmaak toe te passen, dan ga je dat eigenlijk vermijden. Top. Het is ook een aanvulling nog, ik denk dat je het ondertussen had weggeklikt, Juri, maar je kan het onderscheid maken tussen documenten die vanuit Silverfin komen of andere getekende documenten. Mm-hmm. Dus op die manier gaan we ook documenten die je manueel in Penneo bijvoorbeeld laat tekenen. Als je zegt, moet je die snelle contract versturen naar iemand, een huurcontract, ik teken dat via Penneo. Ook dat wordt nadien opgepikt in AdminPulse in het juiste dossier. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie extra stap is opnieuw in de automatisering. Mm-hmm. Ja, en wat ik ook even wil laten zien inderdaad, het verhaal wat zojuist genoemd werd, ook we hebben, AdminPulse heeft goede documentatie over het opzetten, maar hierin is inderdaad, wordt ook inderdaad hoe alles in samenwerking met Silverfin werkt, dus is goed beschreven hier, en ook gekoppeld hieraan, als laatste zien we inderdaad ook de taskflow, dus inderdaad ook, we kunnen ook dan verschillende triggers kunnen gebruikt worden om inderdaad die tasks
goede de status goed mee te geven. Dus je kunt het ook allemaal goed terugvinden en het staat allemaal heel goed beschreven. Dus met andere woorden, als u geen Silverfin gebruikt, maar wel op Mimpulse, dan kan dus de jaarrekening die u, zoals jullie net manueel getoond heeft, geüpload worden. Kan dus nadien wel geactiveerd worden in AdminPulse. Dus dan heb je wel dat stukje van de automatisering heb je dan ook nog altijd. Dus, En je gaat ook binnen AdminPulse een paperclipje zien door die voorwaardelijk opmaken, zodanig dat je heel snel ziet, oké, er hangen effectief PDF's aan de taak notulen teken. En als u dan de koppeling hebt opgezet, is het ook nog belangrijk dat u een e-mailschabloon aanmaakt binnen AdminPulse. U kunt geen gebruik maken van de e-mailschablonen die u in Paneo opzet, omdat alles direct vanuit AdminPulse gestuurd wordt. We hebben hier ook informatie voor, dus mocht u dat willen doen, is het even belangrijk dat u ons contacteert. Dan kunnen wij een bepaalde e-mailsetting openzetten voor u, dat u volledige HTML-functionaliteit heeft. En dan kunt u een e-mail handtekening een e-mailbericht opzetten, zoals hier een bepaalde tekst. Daarbij is het belangrijk dat de linkcode wordt toegevoegd, want dit zorgt ervoor dat dan ook de documenten ingelezen kunnen worden vanuit de e-mail die gestuurd wordt van AdminPulse. Dus jullie kunnen dan hier ook een e-mailschabloon klaarzetten. Wanneer we dan gaan kijken naar de werking binnen AdminPulse, dan kunnen we bijvoorbeeld een klantenbestand hier bekijken. Wanneer we dan gaan kijken naar een document dat we willen gaan versturen. Ik heb hier zojuist een aantal klaargezet. Dus als u naar brief opstellen gaat, je zult dan de laatste up-to-date schablonen kunnen kiezen. Voor mij staat hier nog een van vorig jaar, maar bijvoorbeeld een document schabloon kun je hier selecteren. En omdat het onder deze relatie gebeurt, kun je alles eigenlijk onder deze relatie, van in dit geval de klant Paneo, kun je dat gaan verwerken. Je ziet, ik heb het schabloon hier klaargezet. De status heeft nog geen handtekening. Wat u nu kunt doen is onder meer acties, kunt u als de koppeling is opgezet, verstuur aanvraag tot handtekening. Je kunt dan het e-mailschabloon selecteren. Je kunt een ondertekenaar toevoegen. Deze zitten gekoppeld aan de relaties. Dus je kunt zeggen inderdaad, deze persoon dient te gaan tekenen. Misschien is er een tweede persoon die moet gaan tekenen. Je kunt hem dan ook toevoegen. En dan kun je dit gaan versturen. Dus nu versturen we één document. Dit wordt dan rechtstreeks vanuit AdminPulse naar de ontvanger gestuurd, ter ondertekening. U ziet dat ook de status nu aangepast is van geen handtekening naar in afwachting. En zodra de personen getekend hebben, zal deze status veranderen naar, zoals u hier ook ziet, getekend. Dus dan ziet u dat het volledig ondertekend document automatisch opgeslagen wordt als vervanging van het niet getekende document onder de relatie. Dus ook hier, het wordt gelijk goed teruggezet binnen de juiste relatie. Wanneer u nou meerdere documenten wenst te laten tekenen, kunt u documenten klaarzetten en dan kunt u twee documenten bijvoorbeeld selecteren. En dan kunt u via globale acties hetzelfde doen, verstuur aanvraag tot handtekening. En ook hier kunnen we de personen toevoegen die gaan tekenen. Het kunnen één of meerdere personen zijn. En in dat geval kunnen we nu meerdere documenten laten tekenen door meerdere personen ook. En ook deze zullen na verwerking terugkomen onder de juiste relatie. En zichtbaar zijn bij de opvolging in Paneo. Ja, dus het, inderdaad de volgende stap. Dus dat je ziet wel jullie van hieruit eigenlijk alle opdrachtbrieven en mandaten. Ja. Alles van anti-witwasprocedure, kwaliteitstoetsing, dus verklaring uiteindelijke begunstigen, wordt via AdminPulse verzonden over Paneo. Hmm. En de taakopvolging dan zelf gebeurt eigenlijk in AdminPulse. Hmm. Oh. Wat dat wij meer in Paneo opvolgen, zijn dan het opstellen van huurcontracten, documenten die snel moeten getekend worden. Denk nu aan verslaggeving, liquidatietest, balanstest, dat kan in Paneo opgevolgd worden. Vorig jaar zaten we met al die statutenwijzigingen die moesten gedaan worden voor onder andere VOF, COMVES enzovoort. Die hebben we allemaal via Paneo opgevolgd. Mm. Dus, Want jij werkt nog niet, nu een half jaar denk ik met AdminPulse. Ja, klopt. Is dat een groot verschil tegenover waar je vroeger mee werkte?
Wij zaten vroeger met Fit Manager en daar stuiten we op een gesloten API, waardoor dat we heel veel tijd verliezen met gewoon document naar Peneo te sturen om het dan in Peneo te downloaden en het manueel up te laden in Fit Manager. Wat dat dan ook weer leidt tot mogelijkheid tot manuele manipulatie. Ja, fouten. En ja. Het is die foutenmarge die we vooral willen wegwerken. En ja, zoveel mogelijk tijd van ook de office manager vrij te houden voor dingen die bijdragen in plaats van ja, gewoon maar opvolgen en ja. Mailtjes uitsturen en kan je dit tekenen en kan je dat tekenen. Ja, dat is gewoon tijdverlies. Ja. Ja. En wat ik gewoon inderdaad kort even wilde laten zien, ik heb zojuist een aantal documenten via Admin Plus verstuurd. Die zijn nu ook al opgenomen wanneer die pagina ververs in afwachting. Dus inderdaad, hier zit hier ook al een aantal van de documenten terugkomen. Dus vanaf hier kun je ook al eventueel de status bijhouden van wie dat getekend heeft of nog niet. Dit zijn eigenlijk een aantal zaken die ik graag wilde laten zien. Even denken, is er nog iets anders dat misschien interessant zal zijn? Ik weet niet of Dieter nog iets wil vertellen over de ervaring van de samenwerking van de producten en de integraties misschien. Ik denk dat we een tip die zoveel mogelijk inzetten op API's. Ja. Wat dat kan gekoppeld worden en koppelen. Dat vermijdt gewoon, ja, ik zeg het, tijdverlies. En ik denk dat tijd heel kostbaar is binnen ons kantoor of binnen de kantorenwereld. Dus wat dat we kunnen automatiseren en foutenmarges die we kunnen wegwerken via een API, dan moet je dat gewoon doen. Misschien nog. Iets wat we nu zien, hè. We zijn nu een paar jaar bezig in België. Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk van jullie klanten, misschien eerst een stap terug, dat zoveel mogelijk van de medewerkers aan de slag gingen met Peneo, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van de klanten dan konden gebruikmaken van deze automatisering? Heb je daar bepaalde incentives of hoe heb je dat aangepakt, dat proces? Nee, wij hebben eigenlijk, ja, wij zetten sowieso ook wel een bonus in op sneller afsluiten dan de statutaire datum. Ja. Dus ze worden daar financieel voor gestimuleerd. maar sowieso, ja, we hebben ook de voorwaarden gekoppeld aan een afsluiting is pas klaar als uw jaarrekening en uw verslaggeving getekend is. Dus in eerste instantie was dat klant achterna hollen en vragen om een handtekening fysiek of met een scan op een ding. Dan hebben wij heel snel beslist om met Peneo van start te gaan. Daar zeg je onmiddellijk, ja, die jongere klanten die krijgen een mail binnen, die zien dat. Op voorhand in de bespreking zeg je al, je gaat een mail krijgen van Peneo, dat is geen spam, teken dat. En meestal checken ze niet de dag zelf in de mailbox, maar is dat na 2 dagen dat je effectief de jaarrekening en verslagen getekend terugkomen. Ja. Het is ook een deel je klant opvoeden, hè. Als je je klanten niet opvoedt. Ja. Ja. En ze ook eens op de blaren laten zitten. Ja, ja. Uiteindelijk is het onze aansprakelijkheid. Dus, en daar wil ik in, in dat straatje wil ik niet belanden. Nee. Dus. Ja, okay. Nee, ik denk, ik zie wel dat dat soms nog een uitdaging is om dat optimaal zo op zo hoog mogelijk schaal eigenlijk binnen het kantoor en dan natuurlijk binnen de klanten ook te krijgen. Interessant om te zien dat jullie daar ook met een breder incentive werken. Mm-hmm. Ik had een nieuwe klant nu, een groot kantoor in Brusselse. En die gingen met een commissiesysteem, ook met een financieel bonussysteem werken. Voor degene die het meest aantal, het kader van het meest verstuurde documenten van Peneo. Dus om die kickstart eigenlijk te krijgen binnen het systeem. Want één keer dat iedereen ermee werkt, zijn ze ermee vertrouwd. Ja. Maar ze moeten gewoon die reflex krijgen van, ik heb een document. Ik gooi dat in Peneo en ik verzend dat. Zoals dat jullie ook al doen. Dus dat wel nog interessant is. Wij passen het zelfs toe voor statutenwijziging met een notaris. En de akte gaat getekend worden onder volmacht. Ja. De verzaking en de volmachten die de notaris naar ons dan stuurt om op te volgen met onze klant, steken wij gewoon in Peneo. Dus en dan zie je inderdaad binnen de 2 dagen heb je dat al binnen. Daar waar dat anders vroeger dat fysiek moest getekend worden, dan per post opgestuurd worden naar notaris. Dat is een veel te lang proces. Inderdaad. En, misschien ook interessant om te vernoemen, hè, met het feit dat Peneo een gekwalificeerde handtekening aanbiedt. Hè, dus dat is eigenlijk de hoogst mogelijke vorm van een digitale handtekening.
mijn persoonlijke mening, misschien zelfs nog veiliger dan de natte pen, want als je zeer goed kunt nadoen, kun je dat nog gaan vervalsen. Maar dankzij het feit dat wij dus dat aanbieden, kan je dus ook, zoals Dieter zelf uit zijn ervaring zegt, notariële akten, HR-contracten, werknemerscontracten gaan ondertekenen en zo eigenlijk alles digitaliseren. Dat is misschien nog extra interessant om te weten. Inderdaad. Ik zal het zeggen. Uw fee is toch eigenlijk per klant dat je betaalt. Dus hoe meer documenten dat je mee verstuurt, hoe efficiënter dat het wordt. Inderdaad, ja. En misschien nog een tip, of geen tip, maar feedback over een andere issue waarmee dat we te maken krijgen de dag van vandaag, recentelijk of sinds het najaar, met de documenten voor de ondernemingsrechtbank. Ik weet dat dat bij veel accountants een lastig dat punt is. Ook bij ons. Ik heb regelmatig contact met de griffie, hoofdgriffie hier in Gent. En zij werken nu aan een applicatie, Just Act. Hij heeft mij vorige week nogmaals bevestigd dat deze zou live moeten zijn. Het is ietsje verschoven al. Het is al na de zomer. Het ging eerst in de zomer zijn. Maar er wordt wel hard aan gewerkt. Dus, en dan, één keer dat dat live is, hij heeft gezegd, het is sowieso dit jaar nog. Dan zullen ook al die documenten via Peneo terug aanvaard worden bij de ondernemingsrechtbank. Dus dat is ook wel nog een extra stap. Het is een beetje trager. Dus de overheid. Op dit moment is het terug een stap achter. Ja, maar het is spijtig. Het puntje is, en misschien goed om wel duiding te geven, want het werd eerst aanvaard. Ja. Ja, wij deden het zo. Maar eigenlijk was dat niet correct. Want als je de overheid kon die documenten niet digitaal gaan opslaan. En het probleem daarbij is, op het moment dat je een document digitaal tekent, zoals jullie weten, daar zit een hoop beveiligingen, een verzegeling, een digitale verzegeling. En die zorgt er eigenlijk voor dat het niet kan veranderd, gewijzigd worden, dat je een logbestand hebt. Op het moment dat je dat gaat printen, verlies je al die credibiliteit en al die tools die digitaal zorgen voor beveiliging. Dus de overheid was er plotseling achtergekomen van, oei, wij printen dat hier altijd, maar dan kunnen we dat niet meer controleren. En daarom is dat dus in oktober met de omzendbrief van toenmalig minister van Quickenborgen als laatste daad, heeft hij dus beslist dat dat niet meer kon. En technisch gezien is dat ook eigenlijk correct. Ook al is het niet leuk, maar het is wel eigenlijk juist. En het beschermt ook jullie als accountant opnieuw beter. En het feit dat ze wel onmiddellijk bezig zijn met een alternatief is ook zeer positief. Dus daar kijken we denk ik met z'n allen naar uit. Dit is even kort nog extra randinformatie. Ga eens kijken in de chat. Er zijn een paar vragen binnengekomen. Niet superveel. Ik zie dat er iemand is die iets van een technisch probleem heeft in de e-mails. Misschien kunnen we die persoon, Juri, even persoonlijk contacteren. Ja, zeker. Niet dat je te laat was. Ik dacht dat ook alles opgenomen werd. Dus ook op het YouTube-kanaal zal geplaatst worden. Dus dat zal ook kunnen bekeken worden. Geen enkel probleem trouwens dat je iets later was. Zelf aanmaken van workflows. Dat is een goeie. Daar is een... ik mag dat wel delen naar jullie, denk ik. Er is een concept idee, een concept, een plan, waar we naar aan het kijken zijn, om dat eventueel mogelijk te maken. Dus er wordt over gebrainstormd. Er is nog niets definitief. Maar dat is wel iets waar we mee spelen, waar we een idee over hebben, dankzij feedback van jullie en andere klanten ook in onze andere landen. Maar er zijn nog wel wat technische obstakels die moeten overwonnen worden, alvorens dat kan beschikbaar gemaakt worden. Maar moesten er zaken zijn, is dat altijd wel iets dat we via de support kunt laten bekijken. Want wij hebben heel veel standaard ondertekeningsstromen in onze bibliotheek zitten. Dus als je zegt, ik heb dat of dat nodig, voor hetzelfde geld is het de klik op de knop bij onze supportdienst en heb je dat direct beschikbaar. Dus dat is misschien wel goed als tip om nog mee te geven. Ik weet wel bijvoorbeeld, in het kader van de personenbelasting is er een workflow die we gemaakt hebben, die misschien niet door iedereen gebruikt wordt, maar die wel beschikbaar kan zijn. Dus dat is ook altijd nog een tip die je kan doen om eens te polsen bij de support. Wat heb je nodig? En wie weet, de kans is groot dat we het al in onze bibliotheek beschikbaar hebben. Ik zie dat er nog een vraag is over de integratie met InstaClaus. Die is inderdaad ook sinds het najaar beschikbaar geworden. We hebben zelf geen omgeving om die integratie op te zetten.
Maar het idee is op dezelfde manier zoals je zag in Solarfin en Impulse. Hè. Je hebt een knop in Solarfin, in InstaClouds die het beschikbaar maakt. Ik heb wel begrepen dat InstaClouds het enkel beschikbaar stelt voor de geüpgraded versie. In hun tweede versie, zeg maar, hè, waar ze dan ook onder andere de communicatie mogelijk maken tussen accountant en klant, waarbij dat ze ook een tweetaligheid, hè, dus Nederlands-Frans, beschikbaar maken. En extra users, denk ik ook nog. Ja. Dus er zijn een paar extra features voor een extra fee. Ja. Dat maakt dan de integratie met onder andere de Pineo ook mogelijk. Mocht je daar specifieke vragen over hebben, kan je ofwel met mij contact opnemen ofwel met de mensen van InstaClouds rechtstreeks. En dan brengen we jullie wel verder, mocht dat nodig zijn. Ja, de koppeling opzetten is inderdaad gewoon de API-keys toevoegen. Er moet een vinkje opgezet worden. En verder is het niet echt een technisch verhaal heel moeilijk. En dus het is ook vrij eenvoudig te gebruiken, heb ik van klanten gehoord. Ja. Inderdaad, ja, ja. Ik zie dat er iemand een vraag heeft, commercieel. Die zullen we ook persoonlijk opnemen met jou. Ook nog iemand die een technische vraag heeft over de Solarfin integratie. Die zullen we even opnemen met support, inderdaad. De fout even bekijken. Ja. En dan... Sam, ja, dat is ook een hele goeie. Interessant. Dat kan eigenlijk. Jouw vraag. Dus de vraag is... Of dat er de dossiers, als je Pineo opent in het overzicht, dan zie je nu jouw persoonlijke dossiers die je verzonden hebt. Met een klein handigheidje kan je dus ook, als je beheerder bent over verschillende mappen van collega's, kan je ook inzage krijgen in de andere mappen. Misschien, Juri, is dat iets dat je nog kort kunt even tonen? Of? Ja, maar op dit moment is het alleen mogelijk om dus de folder zelf te zien, maar mappen kunnen gedeeld worden op verschillende niveaus. En het is ook mogelijk, een aantal klanten gebruiken ook één bepaald account, waardoor ook iedereen van elkaar de opvolging kan inzien. Maar ik kan nu inderdaad nog wat, door een aantal instellingen kun ik wel wat informatie delen hierover. Ja. Ja. Dus mogelijk om verschillende mappen op verschillende niveaus met verschillende rechten te delen ook. Dus je kan inderdaad op de mappen doorklikken en dan kan je wel de documenten zien die verzonden zijn door een collega. Het is niet zo dat het in het overzicht staat zoals het beginscherm. Is daar dus ook een beetje bewust gedaan. Je moet rekenen als je met x aantal mensen bent en in één keer wordt het wel heel druk en verlies je een beetje het overzicht. Dus als je wil gaan doorzoomen, dan kan dat door in het archief op de map te gaan doorklikken en dan zo de documenten te zien die verzonden zijn door die collega en daarop te gaan klikken. De info kunnen worden toegelicht, want dat lukt niet bij ons. Bedoel je delen van de mappen in de laatste vraag, Katrien? Nee. Dus een map delen kan je vrij eenvoudig doen door in het archief op de map te gaan en daar delen aanklikken naar een andere collega. Of iemand anders binnen de organisatie. Ja. Ja, als Katrien misschien ons ook nog een bericht stuurt, dan kunnen we daar iets meer informatie nog over toesturen. Wat meer verduidelijking, inderdaad. We zullen het visueel eens bekijken samen, Katrien. Ja. En nog een vraag extra. Er is één. Eén standaard mail schabloon, inderdaad. Zijn er meerdere schablonen die reeds gecodeerd zijn? Ja, we hebben inderdaad één standaard e-mail schabloon. Dit komt ook omdat eigenlijk alle klanten willen gewoon hun eigen teksten gebruiken en hun eigen manier van schrijven hebben. Vandaar dat we gewoon één standaard hebben die gemakkelijk geautomatiseerd of gepersonaliseerd kan worden. Dus wanneer die standaard aangepakt wordt, binnen het opzetten van een e-mailschabloon is het ook mogelijk om inderdaad bovenin staan informatievelden. Daar kan op geklikt worden en zo kunnen jullie, zoals u noemt, bijvoorbeeld een recipient name inzetten. De case van name kan genoemd worden, dat is de titel die aan het contract wordt meegegeven. Dus er zijn een aantal zaken automatisch in te stellen.
Maar ook hier, we hebben best wel goede informatie daarover met beschrijvingen. Dus mocht u ons even willen contacteren, dan kunnen we wat beter wat voorbeelden meesturen. Dat is geen probleem. We zitten met de pollen. Oké. Okay. Nee, voilà. Dan denk ik dat we redelijk wat hebben afgetoetst. Als jullie nog vragen hebben, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Misschien nog één interessant punt om eens te tonen, Yuri, in het kader van onze support ook, te helpen om zo efficiënt mogelijk en zo snel mogelijk terug naar de klant te kunnen antwoorden. Kan je misschien even via de website tonen waar je heel snel een vraag aan de support kunt stellen? Ik denk dat ook een meerwaarde kan zijn voor de drukke periodes, dat we jullie zo snel en efficiënt mogelijk kunnen te woord staan. Dat jouw antwoord of jouw vraag nu bij de verkeerde persoon terechtkomt, via de website, zullen jullie het direct even tonen. Zien jullie mijn Paneo-website nu? Ja, inderdaad, jullie. Oké, dus inderdaad, wanneer jullie naar paneo.com gaan en dan naar beneden scrollen, dan hebben we hier het helpcenter en customer support. En bij customer support kunt u klikken. En nu kunt u hier een webformulier invullen. U kunt Dutch kiezen. Hierin kunt u alles invullen. Mijn collega Jentel zal dan, of een aantal andere collega's, zullen u dan dezelfde dag nog kunnen helpen. Of in ieder geval een conversatie aangaan om uw probleem eventueel op te lossen. Ook. Uiteraard, ik word ook vaak gecontacteerd nog. En ik help ook heel graag. Maar op het moment hebben we veel nieuwe klanten. Dus ik zit ook de hele dagen vaak in meetings. Waardoor bij mij de e-mailvragen wel eens blijven liggen. Maar wanneer het via support doet, krijg je in ieder geval snel antwoord altijd. We hebben intern ook een policy. Er hangen grote schermen ook op aan onze supportdienst met dashboarding. Waar zij ook kunnen volgen wat dat er binnenkomt, hoe snel erop gereageerd wordt. Er is ook policy dat er binnen een zo kort mogelijke tijd moet gereageerd worden naar de klant. Al is het maar om te bevestigen dat we uw vraag goed ontvangen hebben, dat we ze bekijken als we niet direct een antwoord hebben. Dus weet, als je vragen hebt en je doet dat via de weg die Yuri net getoond heeft, dat is altijd de snelste manier om een antwoord te krijgen op jouw vragen. Dus dan, voilà. Nog snel eens kijken. Ik zie ook geen verdere vragen meer. Dus voilà, dan wil ik graag iedereen hartelijk bedanken om te volgen. Ik hoop dat het bruikbaar was, dat jullie er iets aan hebben in de komende drukke periodes. Vragen, zoals ik zei, kunnen ook altijd gesteld worden aan de support of commercieel richting mij of mijn collega's. Dan wil ik graag Dieter van harte bedanken om jouw ervaring hier te delen met de collega's. Dank je wel daarvoor. En Yuri natuurlijk ook om jouw technische expertise opnieuw te helpen om iedereen een efficiënter oplossing aan te bieden. Hartelijk bedankt. Een hele fijne